Ik zou zeggen, neem een chocolade-eitje. Daar vrolijk je toch van op. Of niet dan? En we houden gewoon vol goede moed. En dan komt alles ook weer goed. Ja, hallo lieve vrienden, het is laat. Sorry daarvoor, maar als eerste een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zondag 28 maart. Ja, 28 maart. En we leven om 15:23 uur, ja. Ik ben zo beroerd als een hond geweest, dus ja, daarom ben ik laat uit mijn bed gestapt. Ik ga zo mijn hondjes even uitlaten. En dan probeer ik, als ik terugkom, neem ik een bakje koffie. Daarna ga ik hier de troep opruimen. Dat mag ook wel eens gedaan worden. Maar ja, het staat ook heel veel uit elkaar. Maar ja, dat heb je als je niet in orde bent en heel veel pijn hebt. Dat moet toch ook eens een keer weer gedaan worden. Ja, dus daar gaan we straks even voor. Maar als eerste natuurlijk mijn vrienden. Welkom heten, uiteraard, dat gaat ook voor. He, en de hondjes gaan voor. Dus ja, dat gaan we gewoon doen. Voordat ik koffie drink en voordat ik ga eten. Want ook, ik heb nog een brood gehad, niks. Wel medicijnen hoor. Ja, dat heb ik genoeg gehad. Nee, laat staan. En dus, maar komt allemaal goed, lieve vrienden. En we houden gewoon vol goede moed. En dan komt alles ook weer goed. Ja toch? Het is trouwens grijs, grauw en triest en koud. Dat weet ik al wel, want ik heb al een paar keer de hondjes in de tuin gehad en in die deuropening gestaan. Nou, je wilt niet weten hoe koud dat is. Ja, goeie genade. Maar oké, dat kan de pret niet drukken. Ik ga er gewoon zo er wel doorheen. Het regent in ieder geval nog niet, dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden. Tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes retour. Ja, hoe laat leven wij eigenlijk? Dat weet ik niet eens. 17 minuten over 7 en nog steeds op de 28e maart op een zondag. En ja, ik ben inderdaad met mijn beestjes uit geweest. En het gaat ietsje beter, dat wel. Maar ook zo moe. En het is ook rot weer. Dat werkt dan ook weer eens tegen. Ja, dat hou je. Maar ja, ze leggen nou allebei prinsjes te slapen. En ik ben bezig met een vlog in elkaar te zetten. Ik heb het hier schoon. Ja, ik heb nog een gebakje. Ja, maar ik heb nog meer in de koelkast. Ja, gebak. Het is appelkruimelfly. Dus ja. Is ook gebak, zeggen ze. Maar ik heb in ieder geval de rest allemaal weer schoon. De vaatwasser, die draait. Die staat aan. Die hebben we hier staan, zoals jullie wel weten. Nog 28, geloof ik, minuutjes te gaan. Dan is die ook weer klaar. En dan kan die uit. En dan moet het de deksel open. Ja, deksel. De ene zegt een deur, de andere zegt een deksel. Ik moet hem zo open doen. Een deur doe je zo open. Maar ja, nou ja, ik noem het een deksel. Punt. Die kan dan een stukje open, dan kan de damp eruit en dan droogt het ook beter. Anders blijft het vochtig. En dan kan dat ook weer uitgeruimd worden, maar meestal doe ik dat niet. Nee, ik laat het gewoon leggen en erin staan. En als ik wat nodig heb, pak ik het eruit. Ja. Moet toch, dat wordt dan weer vies. Ja, dus maakt niet uit. Maar in ieder geval, ik ben dan met een vlog bezig. En dan even zien wat ik er. Hoe leuk ik het kan maken, op kan fleuren. Ja, het gaat natuurlijk ook over mijn pijn, et cetera. En dat de dames uitlaten. Oftewel de twee dames, Marianne en Mario, die laten de dames Rijka en Elwing uit. Enkel vandaag sowieso niet, heb ik het zelf gedaan. Morgen weet ik ook van niks, geen afspraken gemaakt. Nou ja, ik probeer het gewoon zelf weer te doen. En het moet gewoon weer .nl, ja. Maar het is nou bar.
Ja, er is niks aan. Hebben jullie dat ook? Dat bij jullie ook zo is? Laat het maar even weten. Want dan moeten we eventjes de zonnedans gaan doen met z'n allen, hè? Ja, kijken of dat helpen wil. Maar oké. En ik zou zeggen, neem een chocolade-eitje. Daar vrolijk je toch van op. Of niet dan? Ja, ik weet niet of jullie ze ook hebben. Nou, dan koop je ze toch even. Ja, zo duur zijn deze niet. Ik vind ze lekker. Ik ga er zo meteen even lekker eentje nuttigen. En dan ga ik verder met het vlog in elkaar zetten. En dan komt het vast en zeker wel weer goed. Ik wens jullie in ieder geval een fijne, liefdevolle avond toe. Genieten van met z'n allen. Ik ga het met mijn diertjes doen. En de vlog in elkaar zetten en televisie daarna aandoen. Ik moet eerst die vlog klaar hebben voordat bij mij die televisie aangaat. Het is zondag. Dus mis niks. Er is toch bijna niks aan. En die hele televisie niet. Zowel op zaterdag, ja, af en toe is. En maar op zondag. Ik zie niet een programma dat ik zeg van, oh wat leuk, wat gezellig. Nee. Maar oké, doet er niet toe. Nee. Daan, even voor jou. Ja, doe je huiswerk maar. Ja, dan praten we later wel eens een keer verder. Maar ga eerst even googlen. En zoek het uit naar wat ik jou gezegd heb in een reactie op jou. He, want kijk, trouwens nog even wat over die oorbellen. Hier ook, ik heb nou vleermuizen erin. Zie je dat? Nou, helemaal top toch? En zie mijn haar. Zie je? Dat bedoel ik. Ik ben het helemaal. Ja, maar wel een goede. En een lieve. En een betrouwbare. Ik hou niet van liegen. Ik hou niet van bedriegen. Ik hou niet van slaan, moord en... Nee, daar hou ik allemaal niet van. Ik vind dat vreselijk. Wees lief voor elkaar. Dat zeg ik altijd weer. Tegen wie dan ook. Kom je een bekende tegenover een onbekende? Wees lief tegen diegene. Zeg goeiedag. En... Doe het met een glimlach, dan maak je die ander ook weer blij. Geef jouw blijheid, jouw vriendelijkheid door aan een ander. Die gaat het dan weer verder verspreiden. En moet het toch goed komen, of niet dan? Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden en lieve Daan. Gewoon doen, ja. Kom er vooruit, ja, wat je wilt. Waar je voor staat, is dat voor liefde? Dan moet je ervoor gaan. Voor vrijheid moet je ervoor gaan. Kom op. Samen staan we sterk, hè. Je weet het. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei doei.